We zitten hier op een prachtige zaterdag in het park en we zijn aangeschoven met Simon Brouwer. Fractieoverleg, dat is althans wat ik weet vaak 's avonds ook, hè? Ja. Wat jullie waarschijnlijk ook doen. Hoe gaat dat? Dan ben je met elkaar. Wie bepaalt de agenda? Nou, dat is we hebben een fractiesecretaresse. En als fractievoorzitter bepaal je natuurlijk ook in zekere zin de agenda. Dus we hebben een aantal vaste punten. En daarnaast hebben we natuurlijk altijd een aantal actualiteiten. Wat staat er op de agenda voor de raadsvergadering, voor de commissievergadering? We doen altijd even een korte terugblik van waar hebben we het de vorige commissievergadering of raadsvergadering over gehad. Even de highlights daaruit. We beginnen altijd met een stukje bijbelezing en gebed, omdat we dat heel belangrijk vinden, omdat dat bepaalt ons handelen. En dan is het goed om op die manier ook even daarover door te spreken. En wat zijn die vaste punten die op de agenda staan? We hebben de standaardpunt is altijd even de ingekomen stukken. Wie gaat waar naartoe bijvoorbeeld? Hè? We hebben best een. Jullie maken daar ter plekke een taakverdeling over? Ja, we krijgen best veel uitnodigingen vanuit. Vanuit de gemeenschap, dat kunnen bedrijven zijn, kan van alles en nog wat zijn. Maar goed, dat proberen we. We proberen overal wel aanwezig te zijn. En dan ben je niet altijd compleet, dat hoeft ook niet. Maar we proberen altijd wel een of meerdere vertegenwoordigers ergens naartoe te sturen. En dat is ook leuk, dat maakt ook dat je als fractie, ik ben ervan overtuigd dat je dan ook beter kunt functioneren. Omdat je veel meer weet wat er speelt. En het is een stukje je gezicht laten zien, een stukje interesse tonen in wat andere mensen doen, wat organisaties doen, wat vrijwilligers doen. Ja. Wat zijn nog meer punten op die vaste punten op die agenda? We proberen elke vergadering ook eventjes aandacht te besteden aan de website. Dus even een stukje communicatie. We proberen om de beurt een stukje op de website te schrijven. We hebben natuurlijk de vaste de commissies die we behandelen. Ja. De raadsvergadering, daarin bespreek je natuurlijk ook van hoe zitten we er ongeveer in, waar moeten we op letten, wat zijn aandachtspunten, wat zijn voor ons belangrijke thema's, hoe kunnen we daarbij aansluiten. Ja, en dan is er toch een moment denk ik, ondanks het feit dat je hebt aangegeven, we hebben niet heel veel verschil van inzicht, maar het zal toch ook best gebeuren dat er discussies op het scherpst van de snede gevoerd worden daar? Ja, gelukkig wel. Want anders dan zou het wel heel erg eenheidsworst zijn. Wat is nou een laatste thema waar jullie echt met elkaar de discussie aan zijn gegaan? Als je het hebt over bijvoorbeeld een stukje arbeidsparticipatie. Hè, we spreken natuurlijk regelmatig fermwerk. Dan staan wij als fractie voor de zorg voor de zwakkeren. Hè, de mensen die het net even wat moeilijker hebben, die misschien net even wat minder makkelijk mee kunnen komen. Dan zie je dat er wel verschillen zijn. En dat de een zegt van ik geloof iets meer in de eigen krachten. En de ander zegt van die overheid die moet ook wel dingen regelen. Dat is goed dat daar een verschil in zit, omdat je daarin ook naar een goede balans kunt komen. Hè, als je alles daarover met elkaar eens zou zijn, dan zou je misschien te veel de ene kant of de andere kant op gaan. En het is goed om daar gewoon een gezonde balans in te vinden. Tussen een stukje, hoe geven wij mensen verantwoordelijkheid? Hoe zorgen wij dat mensen ook in hun kracht komen te staan? En anderzijds, hoe zorgen we dat degenen die het echt niet kunnen, daarin toch wel mee kunnen blijven komen? Ja, en hoe gaat dat dan op het moment dat je in zo'n discussie zit en... De meningen zijn verdeeld en er moet toch uiteindelijk een klap opgegeven worden, wat jullie gaan doen in de raad. Klopt. Hoe werkt dat? Gaan jullie dan stemmen of hoe gaat dat? Nee, over het algemeen zie je dat van lieverlee, er worden wat argumenten. We doen meestal eerst een rondje. Wat vind jij ervan? Wat vind jij ervan? Daar kunnen mensen op reageren. En dan aan het einde, dan komen we eigenlijk altijd wel, en dat is ook een belangrijke taak denk ik als fractievoorzitter, om dan een stukje te concluderen, hè, met een eindconclusie te komen van gehoord jouw mening, kunnen wij ons vinden in de koers dat wij zeggen, we gaan linksom of we gaan rechtdoor of we gaan rechtsaf. Ja, jullie hebben een wethouder, Timon. Wat jullie in het verkiezingsprogramma schrijven is dat ook de positie geeft dat jullie meer op de voorgrond kunnen gaan staan. Ja. Is hij aanwezig in jullie fractievergaderingen? Dat verschilt, dat hangt enerzijds van onze agenda af. Anderzijds ook van zijn agenda af. Als hij natuurlijk activiteiten heeft vanuit college, dan kan hij er soms niet bij zijn. Maar het gebeurt geregeld dat hij deels dan wel geheel aanwezig is. En wij vinden dat ook wel belangrijk om ook gewoon die aansluiting te blijven houden. Vanuit het college, die zien soms dingen natuurlijk op een andere manier. Die kijken daar ook wat meer op een bestuurlijke wijze naar. Hè. Wij kunnen als fractie natuurlijk
redelijk vanuit onze idealen opereren. Terwijl een wethouder, een collegelid natuurlijk misschien wel even zegt van ja, dat is heel mooi, dat ideaal, maar hou je ook even rekening met dat de werkelijkheid misschien is dat er, nou ja, ik noem maar wat, vanuit Den Haag een bepaalde regel is. Ja, jullie kunnen prachtig die ideale route vormen, maar ja. Hoe gaat dat verder, zo'n overleg? Want ik begrijp dat hij af en toe aanschuift, hè? Logisch ook omdat hij en jullie natuurlijk een drukke agenda hebben. Ja. Maar het is ook een stukje dualiteit. Hè? We hebben natuurlijk te maken met een duaal bestel. In principe moeten wij natuurlijk, hè, je beïnvloedt elkaar, dat is ook geen schande. Maar het moet niet zo zijn dat een wethouder natuurlijk de koers van de fractie bepaalt. Daar probeer je een gezonde balans in te vinden door gewoon met elkaar in gesprek te gaan. En wat ik als fractievoorzitter vaak doe, is ik doe eerst even een rondje naar de fractie. Wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie ervan? En dan kan de wethouder, die kan daarbij natuurlijk aansluiten en zeggen van, nou ja, hey, jullie zitten een beetje op die koers, maar heb je ook rekening gehouden met dat? Of misschien zegt hij wel van, hey, dat is hartstikke goed hoe jullie erin steken. Daar kan ik ook mee uit de voeten binnen het college. Ja. Waar ben jij zelf het meeste trots op wat jullie hebben bereikt? Ik ben zelf het meest trots op, dat is eigenlijk twee dingen. We hebben een motie aangenomen gekregen om meer aandacht te krijgen voor mantelzorgers en vrijwilligers. Dat vinden we ontzettend belangrijk. Ja. Dat is echt de smeerolie van de samenleving. Dat is niet in geld uit te drukken hoeveel waarde dat heeft voor een boerderse samenleving. En wat gaat er naar aanleiding van die motie veranderen? Dus dat er meer aandacht komt voor mantelzorgers en vrijwilligers? In heel veel stukken, die beleidsstukken, dat er ook aandacht is van hey, hoe zorgen wij er ook voor dat mensen niet alleen vrijwilliger worden, maar dat ze ook vrijwilliger blijven. Ja, en nu ben ik vrijwilliger of mantelzorger. En jullie hebben die motie door de raad heen gekregen. Wat merk ik daar dan van? Als het goed is, moet je daarin merken dat je in ieder geval een stuk waardering krijgt. En dat er ook ondersteuning is op het moment dat je met vragen zit, dat je vastloopt. Als mantelzorger bijvoorbeeld. Van ja, ik zorg het hele jaar door voor mijn buurvrouw. Daar kook ik elke week een keer voor. Maar ja, nu ga ik 3 weken op vakantie van de zomer. Help, wat moet ik nu? En wat is er daar dan voor georganiseerd? Hoe stap ik bijvoorbeeld naar een andere buurman toe die eigenlijk nooit wat doet en zegt van joh, weet je, ik doe dat altijd voor mijn buurvrouw, maar nu ga ik op vakantie. Zou jij mij eens 3 weken willen vervangen? Ja, dat... Die stap, die drempel is heel groot voor veel mensen. En nou, ik denk dat wij daar als gemeente heel erg in kunnen helpen door de bestaande mantelzorgers en vrijwilligers bijvoorbeeld te helpen. Om die stap te nemen, om eens even van hoe vlieg ik nou zo'n gesprek aan? Hoe breng ik dat nou ter sprake? Oké, duidelijk. Zijn er nog dingen die je niet gevraagd hebt, die je wel kwijt zou willen? Oeh, dat is een hele goede. Als je mij de kans geeft, dan praat ik nog een uur. Maar ik denk dat wij toch een aantal belangrijke onderwerpen wel de revue hebben laten passeren. Wij maken ons vooral druk over de wat zachtere sector, lijkt het wel. Ja. De welzijnskant vinden we ontzettend belangrijk, want dat maakt of breekt een samenleving. Ik denk dat we daar voldoende over gezegd hebben. Oké, dankjewel voor dit interview. Graag gedaan. Oké. Dankjewel. Dag.